Hi allemaal, welkom bij Club Easy Active. Mijn naam is Nino en ik heb vandaag een super toffe tas thuis workout voor je. Nou, ben je er klaar voor? Dan kunnen we er meteen voor starten. Je hebt dus nodig een tas. Als het goed is, kun je die zelf vullen met wat gewicht en dat bepaalt ook meteen je niveau. De oefeningen van vandaag duren 45 seconden en we hebben 15 seconden rust tussendoor. Dus als jij er klaar voor bent, ben ik dat ook, gaan we meteen van start. Goed, belangrijk, tas goed vastpakken. We beginnen met een upright row. Voeten staan onder je schouders. Belangrijk is dat je goed rechtop staat, buikspieren aangespannen en je trekt hem terug omhoog zo meteen. Start ik de timer, gaan we meteen beginnen. Helemaal goed. Nou, we zijn er klaar voor, we gaan meteen van start. Trek je ellebogen omhoog, eigenlijk een klein beetje. Ja, langs je lichaam, heel goed. En belangrijk is dat je ellebogen gedurende de oefening boven het gewicht blijven. Dus boven je tas. Keurig. Super. Nou, dat doen we een paar keer. Stel dat je zegt, ik wil het tempo iets opschroeven. Dat kan. Belangrijk is dat je hem goed uit blijft voeren. Goed voor je op de grond blijft kijken. En lekker door blijft gaan. Heel erg belangrijk. Nou, let dus ondertussen op dat je je ellebogen niet laat hangen. Of dat je je schouders extreem optrekt, maar goed omhoog. Super. Nou, blijf je buikspieren goed aanspannen. Let op je ademhaling, heel erg belangrijk. En laat de tas vooral niet vallen. Er zullen ongetwijfeld mensen bij zijn die vandaag een wat zwaardere tas hebben. Wij gaan door naar de volgende oefening. De tas, die pak je vast. Die leg je aan de zijkant van je schouder. En we brengen hem zo van de ene kant van je lichaam naar de andere kant van je lichaam. Meteen een hele goede schouderoefening. We gaan goed staan, ademhalen. De 15 seconden zitten er bijna op. Zijn we er klaar voor? Daar gaan we, let's go. Til hem over je heen. Naar je andere schouder. En belangrijk is dat je je schouderspieren goed aanspant. Goed drukt. Keurig. Nou, zet je knieën niet op slot. Heel erg belangrijk. En hou er rekening mee dat als het te zwaar wordt, dat je er zorg voor zorgt dat er wat gewicht uit je tas gaat. Perfect. Nou, ben je wat sterker in je schouders, dan kun je hier dus misschien in de volgende ronde wat gewicht erbij doen. Daar heb je net die 15 seconden extra tijd voor. Hè? Wij gaan ondertussen een stukje door. Heel mooi. Van rechts naar links. Let op dat de beweging vanuit je schouder komt. Dus dat je niet mee gaat veren. Maar dat je belangrijke kracht vanuit je schouders. Ademhaling moet goed zijn. Heel goed. Perfect. Super. Hij telt af. We doen er nog eentje. Perfect. Tas gaat naar beneden. Pakken beide handvatten vast. We gaan staan. Je voeten staan onder je heupen. Je billen zijn naar achter. En je borst is ietsjes omhoog. We gaan een roeibeweging uitvoeren. Ellebogen strak langs je lichaam en schouderbladen naar elkaar toe. Strek ze naar elkaar toe en rustig terug. Begeleid het gewicht, dat is heel erg belangrijk. Laat hem dus niet vallen, anders ga je hem misschien achteraan, dat moeten we niet hebben. En hou je oefening gewoon recht gedurende de hele tijd. Super. Nou, oefening voor je schouders, oefening voor de bovenrug. Erg belangrijk dat je die schouderbladen goed naar elkaar toe blijft trekken. Heel mooi, super. Nou, mijn tas is hier natuurlijk super handig voor. Heel belangrijk is dat je goed die handvatten vast kan pakken en hem goed naar je toe kan trekken. En dat we rechte rug blijven houden gedurende de oefening. We doen nog 10 seconden, hou vol. Mooi. Super, blijf buikspieren aanspannen. Let nog steeds op je ademhaling, hè. Erg belangrijk. Goed, hij telt af. Let goed op. We draaien onszelf een kwart slag. Beide handvatten vast. Linkkant van je lichaam. We beginnen zo meteen met een squat. En een squat is eigenlijk net alsof we op de bank gaan zitten. Maar omdat we de tas aan één kant van je lichaam hebben, zijn we iets zwaarder aan de andere kant. Let goed op. We squatten naar beneden en terug omhoog. Belangrijk, net alsof je op de bank gaat zitten, druk je knieën ietsjes naar buiten, buikspieren aangespannen. Heel erg belangrijk. Super. Mooi. Wij gaan rustig door. Wil je het gewicht aanpassen voor deze oefening in de tweede ronde? Dat kan natuurlijk altijd. Gewichtje erbij, waterflesje erbij. Geen enkel probleem. Super. We gaan rustig door. Niveautje omhoog is iets verder naar beneden. Zorg dan wel dat je de oefening goed uit blijft voeren. Zeg je, ik wil even een stapje terug. Krijg je last van je knieën? Doe hem ietsjes minder ver. Geen enkel probleem. Super. Omdat we alles nu aan één kant doen, doen we alles precies hetzelfde aan de andere kant. Dat doen we over precies 5 seconden. Maak je klaar. De timer telt af. Heel goed. En wissel van kant. Keurig. Hetzelfde verhaal. Tas. Leun dus altijd aan de buitenkant van je lichaam. We weten wat er nu gaat komen. Zorg dus dat je goed staat. Kracht zetten. Belangrijk, buikspieren aan blijven spannen. En net doen alsof je weer op de bank gaat zitten. Mooi, super. Daar gaan we. Rustig naar beneden en weer omhoog. Merk je nou dat je dat lastig vindt met de tas?
dan kun je ervoor kiezen om met je ene arm eventjes de tas wat meer te ondersteunen, mocht je balans kwijtraken. Dat is belangrijk, anders ga je zo die kant op. Dat willen we niet hebben natuurlijk. Keurig. Blijf goed naar achter zitten. Denk aan je ademhaling. Heel mooi. Perfect. Wij gaan ondertussen lekker door. Je zult je bovenbenen een klein beetje voelen. En misschien dat je er iets van voelt dat die tas aan één kant van je lichaam ziet. Andere kant moet wat meer werken. Nou, wij blijven ondertussen lekker uitvoeren. Zorg dat je de ruimte blijft houden. Hè? Perfect. Hartstikke goed. Nou, we zijn bijna aan het einde van de staande oefeningen. Wij gaan nu naar beneden. Keurig. Let goed op. We gaan liggen. Je voeten staan op de grond. Je pakt de tas vast. En we drukken hem zometeen uit boven ons. Kracht vanuit de borst. Dat is heel erg belangrijk. Chest press. Daar gaan we. Druk hem uit omhoog. En weer terug naar je borst. Je ellebogen gaan langs je lichaam. En weer terug, terug. Stoot hem uit. En weer terug. Mooi. Nou, ook hier zullen we merken dat we veel snel het gewicht op kunnen voeren. Die uitdaging staat voor de tweede ronde. Hier is het natuurlijk kijken van, oké, hoe kan ik de oefening perfect uitvoeren? Mooi. Blijf hem goed uitstoten. Kracht komt vanuit de borst. Buikspieren blijf je aanspannen. Keurig. Kijk naar het plafond boven je. We gaan rustig door. Helemaal goed. Mooi. Borstoefening tussendoor. Erg fijn om dan met wat meer gewicht te doen. Krijg je last van je schouders, is het belangrijk dat je daar het gewicht ietsjes op aanpast. Heel erg belangrijk. Goed, let goed op. We gaan beginnen met de crunch. De crunch, pak je de tas, pak je vast. Je buikspieren span je aan door je navel in te trekken. Je komt zo omhoog, schouderbladen van de grond. En je stoot de tas bij wijze van spreken uit. Dat wordt 45 seconden lang. Daar gaan we. Stoot de tas uit en weer terug. Blijf controle houden over de beweging. Dat is heel erg belangrijk. Super. En merk je nou dat je dat te zwaar vindt, kun je altijd de tas laten staan. Dat is geen probleem. Stel dat je zegt van ik wil wat meer oefening toevoegen, kun je zeggen ik breng mijn benen in 90 graden boven me. Dat is net wat je fijn vindt. Nou, we gaan rustig door. Let goed op die buikspieren. Heel erg belangrijk, hè. Navel goed intrekken. Neus naar het plafond. Tas uitstoten. Mooi. Meteen een soort schouderoefening erbij. Kleine chest press. Zul je misschien extra voelen omdat je die natuurlijk net gedaan hebt. Keurig. Hou vol. We gaan rustig door. En dan hebben we zometeen nog één grondoefening voor je. De hip bridge. De tas. Zet je voor je bovenbenen. Je pakt hem vast. Je ellebogen staan op de grond. En we gaan een beetje back to the old days. We gaan een bruggetje maken. Wat we zometeen gaan doen is je komt vanuit je heupen omhoog. En weer terug naar beneden. Dat is heel erg belangrijk. Kracht vanuit je heupen, vanuit je billen. En weer terug naar beneden. Heel goed. Super. En ook hier zul je merken dat je het gewicht misschien vrij snel omhoog kunt doen. Dat is mooi. Helemaal goed. Jij bent de maker van jouw niveau. We gaan ondertussen rustig door. Stoot hem uit. En weer terug naar beneden. Controle houden over deze beweging. Dit is de laatste van deze cyclus. En zo gaan we weer door met de staande bewegingen. Zorg dat je er klaar voor bent. Keurig. Nou, blijf hem goed uitstoten. Billen goed samentrekken als je boven bent. Zult misschien een klein beetje die bovenbeenspieren ook meevoelen. Dat is heel erg belangrijk. Ook die voel je. Navel goed intrekken. Denk aan je ademhaling. Hè? Heel erg belangrijk. We gaan rustig door. We zijn er bijna. Nog eentje. Oké, reset. We komen weer omhoog. Komt u maar. Tas pakken we vast. We beginnen weer met de upright row. Voeten onder je heupen. Breng zometeen de ellebogen omhoog. En nu is het moment om gewicht toe te voegen als je denkt dit was de vorige keer te makkelijk. Rustig aan omhoog. Ellebogen blijven boven het gewicht. En op die manier blijf je de oefening uitvoeren. Keurig. Spanning op je schouders. Spanning op de achterkant van je rug of van je bovenrug. Keurig. Heel mooi. Knieën licht gebogen. Zet ze niet op slot. Span je buikspieren aan. Heel goed. Mooi. Wij gaan rustig door met de oefening. Blijf hem volhouden. Zodat wellicht enigszins wat spierpijn voelen. En jouw uitdaging is om te kijken van oké, hoeveel gewicht kan ik nou voor deze ronde toevoegen om het net eventjes iets pittiger te maken. Nou, heb je gewichten bij de hand? Dat is natuurlijk hartstikke mooi. Je zou gewichten kunnen toevoegen in de vorm van een waterflesje of in de vorm van objecten die je daar toevallig hebt liggen. Zorg er wel voor dat het stabiele objecten zijn, niet dat ze gaan rollen in de tas. Let goed op. Schouderoefening. Tas. Op de schouder.
We brengen hem zo meteen over ons heen naar de andere kant. We mogen iets meer tempo gaan toevoegen. Ik zal mijn microfoon even goed doen. Keurig. Dan gaat het helemaal komen. Breng hem op naar de andere kant en weer terug omhoog. Perfect. Kracht vanuit de schouders, over je heen. Pas op dat je hem niet op je hoofd zet. En we gaan rustig door. Mooi. Nou, voor de mensen die natuurlijk wat meer uitdaging zoeken, denk aan het gewicht, hè. Dat kun je altijd omhoog gooien. 45 seconden duurt een oefening, dus je mag jezelf een klein beetje uitdagen. Heel goed. Nou, we zijn bezig met de laatste ronde, ronde 2. Dat betekent dat we ervoor gaan kiezen om onszelf een klein beetje wat meer uit te dagen. En dat mag ook wel een beetje met de schouders. Heel mooi. Keurig. Blijf hem vooral uitstoten boven je lichaam. En weer terug. Juist. Pas op voor je hoofd. Let goed op. Dit is je laatste. En we pakken hem weer vast. Bend over row. Roeibeweging. Je gaat staan. Voeten staan onder je heupen. Billen staan wat naar achter. Je borst is iets omhoog. En dat maakt je rug mooi recht. Beide handvatten. Dat is belangrijk. Gedurende de oefening rug recht houden. Schouderbladen naar elkaar toe. En weer rustig naar beneden. Heel goed. Super. Ook een van die oefeningen die je meteen weer kan aanpassen. Een beetje minder visual kan toevoegen. Heel fijn. Keurig. Schouderbladen naar elkaar toe. Je kunt ervoor kiezen om schuin voor je op de grond te kijken. En wij gaan rustig door. Heel mooi. Nou. Belangrijk. Ellebogen langs je lichaam. Heel goed. En weer rustig terug. Controle over de beweging blijven houden. Zelfs in deze rondes. Gaat keurig. Mooi. Aan blijven trekken. En rustig naar beneden. Gedurende de hele beweging het gewicht onder controle blijven houden. Kan misschien een klein beetje gaan zwiepen, maar hou hem onder controle. Heel goed. Nog 4 seconden. Hou hem vol. Mooi. Super. Volgende oefening. De squat. Squat. Tas aan één kant van je lichaam. Het zitten op de bank. Heel erg belangrijk is dat je het gewicht onder controle blijft houden. Zoek je wat meer stabiliteit. Andere arm pak je hem even vast. Op die manier net even iets makkelijker. Wij gaan ondertussen zitten. En weer rustig terug omhoog. Nou, we kunnen wat meer tempo gaan toevoegen aan deze oefening. Dat is geen enkel probleem. Iets sneller. Zorg dat je goed zit. Buikspieraan blijft spannen. Heel mooi. Lekker naar achter. Heel tof. Super. Controle blijven houden. Rustig door. Stel dat je te veel last krijgt van je been. Kleine squatjes. Heel klein. Geen probleem. Je kan nu bepalen wat voor jou het beste is. We moeten natuurlijk alles zo meteen precies hetzelfde aan de andere kant doen. En dat is belangrijk. Allebei goed uitvoeren natuurlijk. Heel mooi. Super. Nog 10 seconden. Hou vol. Mooi. Blijf het gewicht balanceren. Hou hem stabiel. Nog eentje. En wissel naar de andere kant. Mooi. Goed vastpakken. Andere kant van je lichaam. Denk aan de arm die je kan gebruiken om het gewicht te stabiliseren. Voeten weer onder je heupen. Buikspieren aanspannen. En dan gaan we weer beginnen in 3, 2, 1, let's go. Nou, zitten. Perfect. Laatste oefening voordat we weer terug gaan naar de grondoefeningen. Helemaal mooi. Fijn is dat je nu weet dat er gaat komen. Je ook weet hoeveel gewicht je kan pakken. Wijs je er nogmaals een keertje op. Heel goed. Blijf squat. Mooi. Goed blijven zitten. Knieën naar buiten drukken. Kracht vanuit je bovenbenen. Heel goed. Mooi. Die laatste rondes. Vanuit de beenspieren. Blijf kracht zetten. Kan een beetje zwaar worden, maar we zijn er bijna. Hou vol. Top. Super. Prima. Hou het gewicht. Stabiel. Hou hem stabiel. Blijf squatten. Heel mooi. Nog 5 seconden. Timer telt af. Nog eentje dan. Mooi. We gaan terug naar de grond. Kom liggen. Goed. Voeten zet je neer. De tas ligt bovenop je borst. Ellebogen gaan smal langs je lichaam. En je drukt het gewicht uit. Gaan we. Druk hem uit. En weer terug. Kracht weer vanuit de borst. Stukje vanuit de schouders. Heel erg belangrijk. Blijf hem uitstoten. Mooi. Niveautje kun je aanpassen. Door iets meer gewicht toe te voegen of de oefening wat sneller uit te voeren. Maar belangrijk is dat je de oefening vooral goed blijft uitvoeren. En als het goed is voel je dan je borstspieren wat meer aan het werk. Heel goed. Blijf hem uitstoten. Alsof je een soort rotsblok van je aftilt. Misschien heb je dat er wel in zitten. Ik hoop het niet. Maar het zou kunnen. Mooi.
Blijf goed ademhalen. Kijk naar het plafond. Heel goed. Nog eentje. Crunch tijd. Crunch tijd. Pakken hem vast. We komen zo meteen omhoog, schouderbladen van de grond. Stoot de tas uit en weer rustig terug naar beneden. We hebben weer verschillende mogelijkheden. De eerste mogelijkheid is deze. Omhoog, stoot de tas uit en weer terug. En zo op die manier blijven we hem zeker doordoen. Stel dat je zegt, ik wil het niveau ietsjes toevoegen. Benen 90 graden, stoot de tas uit. Geen probleem. Op die manier net even ietsjes zwaarder. Jij mag kiezen. Dit is jouw laatste ronde. Mooi. Nou, blijf ondertussen op je ademhaling letten. Je navel nog steeds goed intrekken. Dan zul je merken dat het wat meer kracht gaat kosten. Heel goed. Mooi. Tempo mag ietsjes omhoog. Hop. En blijven doorgaan. We blijven goed ademen. Blijf die tas onder controle houden. We willen hem niet kwijt zijn zometeen, hè? Mooi. Blijf volhouden. Nu nog eentje. Keurig. Tas. Op je benen. Voeten ietsjes dichter bij je billen. We gaan terug naar de brug. Kracht komt vanuit de heupen. En we brengen ons zometeen omhoog. We stoten ons uit naar het plafond. En blijven het gewicht onder controle houden. Mooi. Super. Kracht blijven zetten. Spanning in je bilspier op het moment dat je boven bent. Bovenbenen speel je een stukje, zul je een stukje voelen. En je buikspieren. Keurig. Heel goed. En hou die tas in bedwang. We zijn er bijna. Dit is je laatste oefening van deze ronde. Laatste oefening van deze workout. Blijf hem volhouden. Super. Tas onder controle. Kracht vanuit de heupen. Denk goed aan het tempo. Die kun je iets opschroeven als je zou willen. Mooi. Hou vol. Je bent er bijna. Nog eentje. Perfect. Zo, bedankt allemaal voor het meedoen. Leuk dat jullie erbij waren. Wij zien jullie graag de volgende keer bij de volgende filmpjes die we gaan posten. Hou ons in de gaten. En voor nu, hele fijne dag. Tot de volgende keer. Doei.